Ja, een hele goede dag. Even een korte test. Grüß Gott aus Frankfurt. Een zeer herzlich willkommen. Ik ben nu een beetje in het Duits, een beetje aan het oefenen voor straks van de Taris Capitals Day, Investors Day. En nou, ik hoop dat alles goed met jullie is. Ben ik aan goed te verstaan? Even kijken of dit de juiste is. Dat is namelijk met de luidspreker via de headset. Dus ik hoop dat alles goed verstaanbaar is. Dus hartelijk bedankt iedereen voor jullie deelname natuurlijk. Vanavond wil ik jullie meenemen naar de wondere wereld van de crypto's. En de vraag is, wie van jullie is echt helemaal gloednieuw met crypto's op dit moment? En als het zo is natuurlijk, moeten we daar even wat actie ondernemen. Dat jullie in ieder geval worden ingewijd in de wondere wereld van crypto's. En ik zal jullie even een aantal links doorsturen van waar je dus ook een rapport kunt vinden, een smart contract report. En dat zal ik bij deze even inzetten. Als je vragen hebt over crypto's, dan graag even dat in de chat zetten. Dus graag dat even doorgeven. En ik ga deze even naar everyone, is dat naar iedereen. Dus als je nog niet het rapport hebt gedownload van smart contract coins, en dan graag even via de e-mail dat aangeven. En althans e-mail via de link kun je gewoon automatisch die trades vinden. De aangereikte trades in juli. Dat was namelijk Cardano, Polkadot en VeChain. Ik ben nog steeds positief gestemd ten opzichte van deze crypto's. Er mag een aantal handen lucht in die van degene die zegt, nou, ik ben helemaal gloednieuw. Zo niet, dan gaan we natuurlijk gelijk van start. En waar liggen de kansen? Nou, ik zie dat een klein aantal iets met crypto's doet, of nog niet met crypto's doet, de meeste dus wel. Ik wil even meenemen naar een aantal dingen. En dat is namelijk, ik zit trouwens wel op één scherm nu, omdat ik op een heel klein vlak moet werken. En dan wil ik jullie meenemen naar sowieso, naar TradingView. Nou, iedereen heeft natuurlijk TradingView. En daarin zal ik straks een aantal dingen laten zien. Wat ik ook wil doen is op onze website van de kalender hebben wij namelijk leuke events. En dat is hier. Ja. Even nadenken hoor of ik die kalender hier kan vinden. Dat is deze. Ja. Ik zie het al. Ik ben trouwens net terug uit Dubai, vorige week Dubai geweest. En ik ben ook weer uitgenodigd om te gaan spreken. Begin oktober, half oktober, op 11, 12 oktober in crypto's. En dat is hartstikke goed, hartstikke leuk. En ik had begrepen van de organizers dat deze ook nog live wordt gestreamd. Dus degene die niet mee kan naar Dubai, daar kun je namelijk ook live stream van ontvangen. En dat zal ik ook TCT delen met jullie in de groep. Als voor jullie zien ook mijn kalender. Hè? Dus dat is wat ik wil tonen. Dat is sowieso de Global DeFi Investment Summit in Dubai. 11 en 12 oktober. En degene die zegt, nou, het lijkt me wel leuk om daar in ieder geval heen te gaan. Ik kan op zich wel tickets regelen. Dus om de entree te krijgen. Dus tot die 2 dagen. Het is zeker, als je de tijd ervoor hebt, zou ik zeker aanraden. En een vliegticket en hotels ook wel allemaal betaalbaar. En mocht je daar een interesse in hebben, laat even weten via info@cryptoacademy.nl. En dat is heel mooi natuurlijk om dat te bekijken. Nou, ik ben momenteel in Frankfurt, zoals ik heb aangegeven, bij de Capitals Day van Mutares. Er komen een aantal bedrijven aan bod. En morgen vertrek ik naar Mexico. Zoals jullie misschien weten, is dat Harm van Wijk, die zit daar nu ook nog steeds in Cancun. Daar ga ik ook de komende dagen, week heen. Ik heb wat contact gelegd met Blockchain Alliance in Mexico. En omdat ik daar toch in de buurt ben van El Salvador, probeer ik nog volgende week of daarna even El Salvador aan te doen. Omdat ik wil weten van hoe het nou precies gaat met de adoptie van Bitcoin. Je weet dat El Salvador heeft de Bitcoin omarmd als wet van betaalmiddel. Dus ik ben benieuwd hoe dat daar ook in de praktijk gaat. Dus daarover straks meer. Klopt het dat jullie nu ook mijn trading view zien? Als het goed is wel, hè? Want ik heb maar één scherm namelijk. Dus als jullie mij willen souffleren, dankjewel Christophe. Ik heb een aantal watchlists aangemaakt. En onder andere, dat vind ik wel een belangrijke, dat is de Crypto Coin Cap, die heb ik zelf aangemaakt. Dankjewel Nancy.
Ik zag dat je had aangemeld voor de rapport of maillist, dus doe gerust daar je voordeel mee. Ik vind het heel belangrijk om te kijken, ja, hoe zijn de kaarten verdeeld in cryptoland? En dat kun je enerzijds dus doen door via de watchlist, via de crypto coin cap, de dominances bij langs te lopen. En des te hoger het cijfer is met een D, dus Cardano.D, dat betekent dus dat Cardano een marktdominantie heeft van 3,6. Nou, ik ben chartist en ik ben visueel ingesteld. Nou, hier zie je dus dat Cardano had nog ineens een % market cap aandeel. En nou, het is inmiddels tot 3,6% gestegen. Dat is best wel een behoorlijk veel. Nou, als je gaat kijken naar Bitcoin, en dat is wel opvallend. Bitcoin die had begin dit jaar, die maakte meer dan 70% deel uit van de markt. Dus je kunt het zo zien als de AEX. Het wordt natuurlijk genomineerd door ASML. De AEX wordt ook wel de ASML-index genoemd, meen ik. En dat is rond 20%. Nou, de Bitcoin die is helemaal teruggezakt, zeg maar, van 70% naar onder de 45. En dat betekent dus dat Bitcoin toch marktterrein aan het verliezen is. Natuurlijk staat Bitcoin nog steeds op met stip op nummer 1. Maar desniettemin zie je wel dat het afkalft. En dat betekent dus dat anderen als de kar gaan trekken. Nou, ik zie dat André de Becker ook binnen is gewandeld. Dus welkom natuurlijk. En nou, de tweede, dat is Ethereum. Die noteert rond de 20% market dominance. En dan zie je dus hier ook voorbij komen. En als je dit wilt visualiseren, dit is een hele leuke website. En dat is namelijk Coin360. Die zeg ik ook altijd in de Weekly Crypto Digest. En Coin360 is deze. En dat is al hier het geval. En dat is des te groter het vlak is. En hier zie je dus Bitcoin 43,06% market dominance. Ethereum staat niet echt bij, maar is rond de 18%. En des te kleiner het vlakje is, des te minder marktaandeel het heeft. Dus je ziet dus dat BNB, de Binance coin, dat is de native coin van Binance, die heeft een behoorlijke market cap, maar wel kleiner dan Ethereum en Bitcoin natuurlijk, maar staat ook in de top 10. En ja, des te roder een vlakje is, des te negatiever de markt gestemd is. En het mooie aan deze site is dat je dus ziet wat de performance is van afgelopen 1 dag, 7 dagen. En bijvoorbeeld sinds begin dit jaar. Nou, ik zal even laten zien. Degene die zei in begin dit jaar, ik doe even niks in crypto, want crypto is volatiel en ik geloof het niet. Nou, ik zal even apply change doen van year to date. Nou, hiermee zie je dus 60% is Bitcoin gestegen. Ethereum is 365% gestegen. Polkadot is 300% gestegen. VeChain ook 10%. Binance Coin 1000%. Cardano sinds begin dit jaar 1248%. En guess what? We hebben al die coins in portfolio. En een aantal van jullie die doen ook mee met mijn crypto service. En als het goed is hebben ze ook wel prima rendementen gehaald. Tot dusver, hoop ik. En wie kan dat ook beamen? Dus wie heeft ook die crypto service van Crypto Academy? Hè? En wie heeft ook al zijn of haar vruchten van kunnen plukken? Ik zie een andere vraag. Is lange termijn handel met bijvoorbeeld Coinbase en korte termijn met TWS een goede optie? Van Tom. Hey, leuk dat je bij bent, Tom. Nou, ik zou lange termijn handelen met Coinbase. Het kan alleen, is het wel zo dat Coinbase 2,5% aan coins, aan transactiekosten. En Bitfavo is een goed alternatief. En Ruta Schuur, dat is een goede bekende van ons natuurlijk, die mag even zo zijn. Bitfavo link even inplakken. En dus bij deze, Ruud, als je dat even wilt doen, Bitfavo is een hele mooie in Nederland. Want je hebt een 0,25% zeg maar, aan transactiekosten. Dat is ongeveer een tiende van wat Coinbase rekent. En nou, je kunt trouwens geen crypto's handelen via TWS, Trade Workstation. Wat je wel kan doen, dat je met een Money to Work Trading System, van afgelopen vrijdag hebben wij een webinar of een seminar gegeven in Eindhoven, dat je dus long-term portfolio's hebt met altcoins, zoals je hier ziet op het scherm, dat je met korte termijn trades ook short kunt gaan in Ethereum en Bitcoin en een aantal hele kleinere coins. En dus dat, zo zou ik dat doen.
Maar je kunt ook wel heel eenvoudig met korte termijn, als jij zegt ik wil korte termijn is een aantal dagen of weken, wil ik daar meedoen, dan is dat natuurlijk prima. Ja, dus dat is een zeker goede optie. Dus, maar Coinmerge is prima. Ik zit zelf op Binance, Bitfavo ook sinds kort. En ik ben steeds meer die coins aan overhevelen, of de gelden overhevelen van Coinmerge naar Bitfavo. Dus dat is, en ik heb nog steeds nog 24, 25 andere exchanges. Ja, MTW, ja, precies. Absoluut, Tom. Ik zal straks even een stukje laten zien van MTW, hoe ik dat doe. En ik heb ook afgelopen weken, of afgelopen dagen, ook weer wat trades gedaan, ook in Bitcoin. En je ziet dus dat Bitcoin gaat echt heel hard heen en weer met honderden of duizenden punten op een dag. En het mooiste is als je via IC Market daarop handelt. Kun je daarmee goede rendementen halen en ook een extra spreiding aanbrengen? En Hans die voegt aan toe: Coinbase rekent hoger koers af dan waarvoor je koopt. Ja, precies. Je krijgt als je dus coins gaat kopen voor $100 en bepaalde koers, dan krijg je minder aantal coins. En als je gaat verkopen, krijg je een slechtere koers. Ik weet er alles van, Hans. Maar voorheen was Coinbase een van de betere alternatieven in Nederland. Maar nu is Bitfavo steeds aan het beter in hand. Overigens, voor jullie, die zegt, nou, ik wil die lijst van Bitfavo, die dus ook in te laden is op TradingView. Die heeft namelijk Ruud de Schuren gemaakt. Dus bij deze hartelijk bedankt voor het medewerken natuurlijk om die lijst samen te stellen. Dan is dat zo dat je dus via de watchlist, ik zal even voor de VIP-leden die even inzetten. De watchlist kun je daar vinden via Google Drive. Heb ik ook Binance heb ik zelf gemaakt. En alles wat Ruud en wij en ik hebben gedaan, dat heeft zo'n uren monnikenwerk gekost. Maar alles voor het goede doel natuurlijk. En hierbij de link waar je die watchlist kunt vinden. Chris zegt Lightbit, ja, afhankelijk van hoeveel dat je wilt handelen. Als je heel af en toe wat wilt handelen in de top, nou, misschien 50 coins, dan is Lightbit prima. Lightbit was trouwens de eerste exchange waar ik mijn cryptos op handelde. Maar het is ook relatief duur en heel beperkt qua aantal coins. Even kijken hoor. Nancy zegt: ik heb een cryptoportfolio sinds 2 jaar de cursus. Robert, Roly, ik ken het niet. Lange termijn strategie. Odal, is deze cursus ook lange termijn? Ik weet niet wat je bedoelt met lange termijn, Nancy, maar ik heb zelf bijvoorbeeld een crypto extend challenge. En dat betekent dus dat wij de lat hoog hebben gelegd van 10.000 naar 100.000. En dus als je echt interesse hebt om in die cryptos wat te doen, zou ik gewoon zeggen van pak gewoon die service van ons. En natuurlijk is het wel eens een ups en downs. En het punt is dat wat ik gewoon tegen heb. Van partijen die alleen maar kopen en wanhopen en hopen voor lange termijn. Kijk, ik ben gewoon trader en ik handel gewoon tussendoor. Ik heb wat winst gepakt op Bitcoin, ook met de leden. En ik ben altijd voorstander van zorg ervoor dat je liquide blijft, zorg dat je door blijft handelen. Want als de markt helemaal naar beneden klettert, ja, dan moet je natuurlijk ook zorg dragen dat je wat cash achter de hand hebt. Maar goed, dit gezegd hebben, dus je weet in ieder geval waar je die coins kunt vinden. En dus nog rest mij nog de vraag van de meeste van jullie doen natuurlijk in aandelen. Dat geloof ik best. Maar als jij dus die rendementen ziet van die crypto's, wat is eigenlijk de reden waarom dat je nog niet iets in crypto doet? En dat is misschien voor degene die helemaal niks in crypto doet. Dat is wel een interessante vraag natuurlijk. Kan zijn dat je zegt, nou, ik vind crypto te volatiel, of ik vind het te onzeker, of ik vind het ja, te spannend. En even een tipje van de sluier aan op te lichten is: binnenkort kom je met een boek uit voor de beginner van crypto's. En dat is niet voor dummies. Nee, dat is echt een boek. Daarin behandelen we fiat currencies, dus euro, dollar. Waarom ze zijn ontstaan, waarom crypto's. Ook ga ik een aantal top 10 coins behandelen. Daarnaast nog DeFi-coins laat ik de revue passeren. Ook naar de CBDC's, de Central Bank Digital Currencies komen voor. Voorbij een aanbod. Heb ik nog een drietal strategieën. Die kom ik ook brengen. En daarnaast ook nog hoe je dus zelfstandig kunt handelen met technische analyse. Dus een, ja, toch een epistel geworden van 220 bladzijden. En ja, samen met Jelle Peters. En binnenkort komt het boek uit. Ik zal jullie de link straks ook delen.
zodra dat bekend is. Dus, maar goed, even terug. Het was een zijstapje dus richting de crypto's. Hè. Dus ik heb een crypto coin cap heb ik gemaakt. En als je dus gaat kijken naar de... Even kijken hoor, de total market cap is 2 trillion, oftewel 2000 miljard. En dan zie je dus dat je nu dus een behoorlijke dip hebt gehad. Vorige week zat ik in Dubai. Toen was er een saldo dipje en de markt is wat opgeveerd. En je ziet dus dat die spike, ik gebruik de 4 moving averages, 8, 21, 34 en 55. Je mag ook een ander cijfertje pakken, dat maakt mij niet uit. Maar het gaat erom dat je dus ziet dat je korte termijn gemiddelden hebt die boven de lange zitten. En dat meestal die lange termijn gemiddelden als support fungeren. En dat vind ik echt super fantastisch. Ik moet wel zeggen dat de markt nog niet echt onder de low tikken van afgelopen mid-august. En in september, dat wil zeggen onder de 1,8. Als hij daarheen zakt, ja, dan is het weer het einde een beetje zoek. Nou, dit is total 2, excluding BTC. Zie je ook een licht lagere top. Alleen als je er heel goed kijkt, met een eagle eye kun je zien dat de top van de altcoins, dus eigenlijk de altcoins zonder Bitcoin dus, een dubbele top is. Dus die altcoins zijn harder gestegen de laatste maanden. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. En nu is het natuurlijk het geval van, ja, wat gaan we nu doen? Gaan we dus nog door of niet? Nou, zoals ik het nu zie, zie ik dat, ja, dit is een dip, zou ik zeggen, van ga gewoon de strategie van BTFD hanteren. En dan zal ik even een aantal coins de revue laten passeren. En dat is namelijk even kijken, de crypto extend. We hebben een aantal coins in portfolio. Die hebben we dus in het portfolio opgenomen. Van IOST, als ik me niet vergis, hebben we long Loopring. Bitcoin natuurlijk hebben we net weer opgenomen. Vorige week op dinsdag genomen. Nou, SushiSwap, dat is ook een hele leuke coin. DeFi coin is dat. En Binance Coin, dat is ook een interessante. En Filecoin zit er ook long in. Nou, waar zitten wij niet long in? We hebben heel veel coins. We hebben zelfs YFI opgenomen in het portfolio. En DMI of DFMI is dat. Dat is ook een DeFi protocol. En die heeft zelfs een high aangetikt van bijna $8,000. Daar heb ik nog een mooie fraaie winst op. Nou, we zien dus ook HBAR. Die zien we ook. Die is ook door het dak gegaan. Dat is ook een mooie coin om die te hebben. Althans, die hebben we natuurlijk ook in het portfolio. En in andere woorden, we hebben heel veel spreiding aangebracht. En het mooie is, we doen niet aan buy and hold. Alleen, we doen ook aan buy and sold. Dus we pakken op zich voldoende munten. Dus dat is ook de truc van het rendement maken namelijk. Nou, als ik toch even een korte pitch mag doen natuurlijk. En dat is hier. Extend. Portfolio, dus deze volgens mij. Extend crypto portfolio, dus deze. Maar dan moet ik zeker weer... Oh nee, ik hoef niet. Ik sta nu op een rendement van 32%, ongeveer €2700 op basis van €8500. En wat ik heb aangegeven, we hebben een aantal coins in portfolio. En het mooie is, we hebben ook een... Het is toch een klassiek voorbeeld van audio. Dat is een soort Spotify. En dat is namelijk 162% rendement. En dat is ook dankzij Ruud de Schuur. Die heeft een aantal maanden, begin dit jaar, eind vorig jaar, deze coin naar voren geschoven. Heb ik toen later ook geanalyseerd. En wil ik één ding meegeven. Als jij dus in crypto's gaat handelen als belegger, aandelenbelegger, ga niet denken, oh, je moet een stop los hebben van 20% of 10% of 5%. Nee, laat het gewoon zoveel mogelijk lopen. En ook niet dat je denkt, nou, ik heb nu 30%, ik neem gewoon al mijn winst. Zorg ervoor dat je een deel winst neemt, maar zoveel mogelijk laten doorlopen. Ik zit trouwens in een klein hokje in Frankfurt, dus een beetje een stoffige kamer. Ik heb een beetje last van mijn keel, maar goed, het geeft niet. Nou, in ieder geval is het zo dat Lianne zegt, ik heb gebrek aan kennis, zou meer in crypto willen doen, maar ik weet wel dat ik aan het doen ben. Nou, dat is heel goed, Lianne. Ik weet niet of je ook al het DeFi-rapport hebt besteld, althans gratis hebt gedaan. Zou ik zeggen, ga in ieder geval inschrijven voor iedereen die zichzelf respecteert als belegger. En ik denk ook, als jij een spreiding wil aanbrengen in crypto, dus naast je aandelen, naast crypto, of in crypto, dan zou ik dit zeker aanraden.
Dus wij van WC Eend, wij raden WC Eend aan op Crypto Academy. Dus nou, dat is wel heel mooi. Ik heb een aantal coins heb ik voorgeschoven. En dat is namelijk Cardano. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ik heb eind juli, 31 juli om precies te zijn, heb ik Cardano naar voren geschoven in dat rapport. Nou, dan gaan we dit bekijken. En dan zie je dus ook dat Cardano echt door het dak is gevlogen. Vanaf 1,30 omhoog. Daarnaast heb ik nog Polkadot heb ik naar voren geschoven. En dat is deze USDT. Daar heb ik op $16 in binnengefietst. Volgens mij $16, nog steeds long. En de andere is VeChain. En dat is ook mijn crypto pick of the year. Misschien wel of the century. Ik denk dat VeChain nog steeds ongewaardeerd is. Dus als je het mij vraagt. Deze heb ik op 9 cent getipt ook. Ik denk dat VeChain als een hele mooie kans hebben is om daar iets in te doen. Dus dat is een van de coins. Wat ik ook trouwens leuk vind is Weekend Traveler trouwens. En die hebben wij toevallig in ons portfolio. AFI is dat. Traveler. En dan zul je zeggen, ja, wat is eigenlijk voor... hoe kom je erop? Hoe kom je eraf? Nee, Traveler, dat is het tickersymbool AVA. En die kun je namelijk heel mooi vinden. Bijvoorbeeld op CoinGecko. Heb ik ook een mooie site van. Dat is namelijk CoinGecko. Dat is net als CoinMarketCap. En op CoinGecko zie je heel veel informatie. En even kijken hoor. Dus even kijken. Tom, ik weet niet, is nu instappen ook nog een goed idee? Ja, absoluut. Ik denk dat crypto's nog steeds een goede is om die diversificatie aan te brengen. En wat ook een strategie is, stel dat je zegt, ik heb, noem maar wat, €10.000 om te besteden. In crypto's ga je dus niet voor €10.000 Bitcoin kopen of Ethereum alleen. Nee, zorg voor een goede spreiding. En zou ik ook nog zeggen, knip die 10.000 op in 5.000 bijvoorbeeld. Dat je eerst de 5.000 cash houdt en 5.000 in andere coins zet. Een Bitcoin stukje, Ethereum. En andere coins, dat je die gewoon uitbreidt in de loop der tijd. Zorg altijd voor een oorlogskas. Nou, dit is Travelop.com. En wat is dat? Dit is een soort booking site. Ik ben natuurlijk heel druk bezig met booking.com. En ik ben een genius. Ja, dat wist ik natuurlijk al wel. Nee, ik heb een genius 2 level of zo. Dan krijg je korting. Het mooie van Travelop.com. En daar ga ik dus iets meer gebruik van maken. Dan heb je ook een mooie website van Travelop.com zelf. En je hebt een blog, zie ik. Ik zou zeggen, als jij iets wilt doen. Het is niet een expliciet beleggingsadvies hoor, Travelen. Maar het is wel mooi. Dat Travelen.com een soort Expedia of een soort booking site is. Waarbij je dus als lid krijg je dan ook tokens. Althans, dan word je ook beloond in als een soort loyalty program. Dat je dan tokens krijgt in AVA. Maar het leuke is dat AVA... AVA is een coin die volgens mij onderbelicht is en ook onbemind. En onbekend is onbemind, maar ik ben trader en deze heb ik natuurlijk al een tijd opgenomen. En is ook op te pakken via Binance. Ik weet niet of AVA ook verhandelbaar is op Bitfavo. Dat weet ik niet eerder gezegd, Ruud. Misschien kun je dat nakijken. Of via Coinbase. Maar ik heb hem in ieder geval wel via Binance. Nou, hoe ik dat een beetje bekijk is, nou, je ziet dus dat sinds begin dit jaar heeft AVA natuurlijk ook een pakweg vanaf $1, heeft hij een high aangetikt van 6,5. Dus een gewoon 550% winst op de top. Nou, je ziet ook dat hoe snel het kan gaan dat het sentiment omslaat. Maar desniettemin, als je dus gaat kijken naar de propositie van Travala, denk ik dat hier heel veel muziek in zit. Oké, dus alleen Binance. Oké, dankjewel Ruud voor het nakijken. En even kijken of Coinmerse die ook heeft. En dat is namelijk een van mijn favoriete websites. Alleen moet ik wel zeggen dat Coinmerse en Bitfavo ingeschreven staan bij de Nederlandse Bankregister. In het register alleen voor de crypto's. Alleen ik vind dat de website is takkentraag van Coinmerse. En ook de app, dat is heel vervelend. En wat ik ook een minpuntje vind, dat is ook met Binance zo, is dat je geen, dat je daar geen subaccounts kunt aanmaken. Nou, ik ga even kijken, als ik naar ga kijken bij Coinmerse, of je daar AVA kunt vinden.
Travela, ik denk het niet hoor, maar ik zal deze kijken. Ava. Nee, Avax, zie je? Dus ook niet beschikbaar. Dus ik zou altijd aanraden, zorg ervoor dat je een goede exchange hebt. Binance bijvoorbeeld sowieso. En natuurlijk Bitfavo en degene die ook nog zijn. Ik wil ook graag, wil ik wat doen met Coinbase. Dan heb je ook Coinbase-accounts. Is zeker de moeite waard. Wat ook een aandachtspuntje is, is dat je als je in Nederland gezeten bent of in België, zorg ervoor dat je dan via Coinbase of via Bitfavo een fiat gateway hebt, hè, met to crypto. Met andere woorden, maak een account via Coinbase en Binance, sorry, Coinbase en Bitfavo. Zorg dat je daar euro's en andere fiat gelden stort. Daarin kun je dus crypto's handelen. En als je dus op Binance wilt handelen, dan moet je zorg dragen dat je even coins doorstasht naar Binance. En Hans die zegt nog een nadeel voor Coinbase is dat je steeds de A van anderen naar voren schoot, krijg je een aantal keer moet tikken van een andere bank. Ja, dan is dat een bugje, denk ik, want ik ga altijd via Coinbase coins handelen. Zoals je hier ziet op mijn scherm, zie jij coins staan. Nou, als ik dus in mijn wallet kijk en dan heb ik nog 463 Coinbase coins, dat betekent dus dat 1 CM, 1 Coinbase coin is 1 euro. Dat betekent dat ik, als ik dus die CM ga inruilen, als ik deze zeg bijvoorbeeld bovenin, ik ga verkopen, dan krijg ik dat op mijn rekening gestort. Of als je een nieuwe gaat kopen, een nieuwe coin gaat kopen, dan krijg je namelijk geen transactiekosten, dan moet je iDEAL betalen via de bank. Nou, ik heb hem net aangegeven, HBAR, Darrow Hashgraph, heeft nog steeds portfolio 100% winst. En Algo ook 35% winst. Nou, REN, dat is natuurlijk iets minder, dat is iets in de min, maar goed, it's all in the game. En via iDEAL moet je iedere keer betalen, dus dat is een beetje een hassle. Wat ik ook heb gedaan trouwens, en dat is misschien wel leuker voor degene die ook echt de crypto's doet. Ik vind Coinstats echt een superleuke applicatie. Coinstats app. En daarin kun je een portfolio aan toevoegen. En misschien kan Ruud mij helpen. Is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld Bitfavo aan Coinstats toe te voegen? Of is dat niet nodig? Niet mogelijk. Want je hebt natuurlijk API's heb je bij andere exchanges, crypto exchanges. En daarin kun je je portfolio inzetten. Nou, het nadeel van Coinstats is dat je niet elke exchange kunt toevoegen. Maar dit is een van de exchanges die ik ook toevoeg. En dus een van mijn portfolio holdings. Wat ik zelf leuk vind, coins is, ik heb een jaarrendement van een paar tientjes voor $40 per jaar. En hierin heb je heel veel ja, mogelijkheden om je portfolio te tracken. Dat is mooi. En die andere, dat is CryptoWatch, vind ik heel erg interessante. En dat is deze, CryptoWatch.home. En hiermee kun je dus ook je portfolio in kaart brengen. En volgens mij is dat bij allocation kun je het zien. En dat is, even kijken hoor, dan gaat hij nu loaden. En wat ik hier wel prettig aan vind, is dat je dus een heel mooi overzichtje hebt. Dat je kunt zien wat je performance is. Die blokjes zijn mijn assets. En net als bij de market dominance zag je dus des te groter het vlakje is, des te groter ja, de holdings ook zijn die je portefeuille hebt. En nadeel is wel dat niet elke coins hierop genoteerd staan. Als je dus in een exchange hebt, en bij Binance, als je dus die hebt gestaked, hè, dat je dan op Binance een flexible of de fixed staking hebt, dan zit dat er niet bij in. Dus dat is jammer namelijk. Maar goed, ja, hier zie je dus, ik heb 81 assets. Dat is een van de assets die ik dan heb. Dus verschillende coins. Dus zorg voor een goede spreiding. Kijk, zijn er nog urgente vragen op dit moment? Even kijken. Sieler doet het goed. Ja, ik ben blij om Hans. Oké, kijk Ruud. Dus dan zou je dus bij Coinstats, zou ik die API kunnen pakken van Bitfavo. Dus ik zal even kijken. Dus het enige wat je hoeft te doen, stel dat je Coinstats hebt. Dan wil ik even kijken in Manage Portfolios. Ik weet niet of ik dat hier kan doen. Of ik dan hier die API's nog aan kan toevoegen. Add Portfolio moet ik doen. En dan is het zo Connect Exchange. Dat moet je hier doen. En dan Bitfavo. Even kijken of die erbij zit. Nou, het raar is, hier staat hij bijvoorbeeld niet bij. Hè? Zie je dat?
Er staat niet bij, dus moet ik even uitzoeken namelijk. Oké, dus dat is voor wat betreft exchanges, hoe je dingen kunt vinden. En ja, hoe vind je de needle in de haystack? Dus hoe vind je eigenlijk de. Even kijken hoor. Ben ik weer volgens mij? Ik weet niet wie mij het uit heeft gekikt, maar dat is niet goed. Misschien Harm. Ben ik weer verstaanbaar? Ja, geen geluid. Nee. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet wie mij het uitgekikt heeft, maar ik hoop niet Harm in Mexico. Nee, wat ik wil aangeven is dat ik koop gewoon, handel gewoon bestens. En dat doe ik omdat je. Kijk, je gaat niet voor een aantal procent. Je gaat niet voor 2, 3% winst. Je gaat echt voor de grote 10, 20, 30%. En hoe ik dan de markt bestorm. En ik zal een voorbeeldje geven. Ik heb Binance bijvoorbeeld hier. Een watchlist aangemaakt. En dan ga ik gewoon gerust kijken. Op dagbasis ga ik kijken hoe liggen de moving averages erbij. Nou, als die dus vlak lopen tot stijgend. En de koers zit erboven. Dan wil ik op zich wel long. Hè, zoals Cardano vind ik nog steeds een koopmoment. Nou, dit is ook een goed voorbeeld. Ergo, hebben we ook nog steeds een portfolio. Ik heb trouwens deze spike gemist. Dus ook zal ik aanraden, zorg er altijd voor dat je, als je coins koopt, een deel in de verkoop legt voor een deel van de positie. Dus niet 100%, maar pak gewoon bijvoorbeeld 50% van je coins. Stel dat je 100 coins hebt, nou, dan leg je voor 50 stukjes leg je een hogere limiet in. En dat percentage mag je zelf bepalen. Is dat 100% of 50%? Of 40% winst. En zorg ervoor dat je, als je die trade hebt gedaan, dat je dan die resterende positie op break-even zet. En waarom zeg ik dat? Omdat je heel vaak spikes hebt, heel rare spikes. Overigens is het ook zo dat crypto's zijn 24/7. De beurzen zijn altijd in de weer en het is altijd open. En daarom komt het wel eens voor dat ik winsten neem op de gekste tijd om 10:30 of 11 uur, dat je dan een bericht krijgt. Maar de meeste die ons ook gevolgd, die heeft ook al winst kunnen pakken. Nou, ik zal bijvoorbeeld laten zien. Dus audio, dat is een goed voorbeeld. Hè. Die staat ook op voor mijn audio. Die heb ik hier ingezet. Die heb ik hier. Die heb ik op een gegeven moment. Dit is een goed voorbeeld. Toen schoot het aandeel de coin omhoog. Toen heb ik bij 50 of 60% winst, 100% winst zelfs, een trade uitgeknald. Nou, degene die dat heeft gevolgd, had een vrije winst. Of degene die in de ochtend wakker werd, die had nog een mooie winst. Had 33% meer winst. Maar het gaat erom dat je, zoals je ziet, hè, je ziet heel veel coins die in een hoog volume situatie zitten. De koersen noteert boven de moving averages. Nou, nu zie je dat audio bijvoorbeeld helemaal teruggevallen is tot de moving average. Ik moet wel zeggen dat het een beetje tegenvalt, deze ontwikkeling. Maar desniettemin. Zeker een goede om hiernaar te kijken. Dan heb ik, even kijken, een andere is een leuke, dat is DeFi-coins. Ik moet trouwens gaan spreken in Dubai over DeFi-protocollen. En dan ga ik mijn inzichten delen op het gebied van hoe te handelen op de markt, hoe je structureel geld kunt verdienen op de markt, is natuurlijk heel belangrijk. En wat mijn visie is op de decentralized finance-markt. Nou, wat ik wel weet is, ik heb zelf op Bake & Cake heb ik gekocht. En Bake is bakery swap en Cake is pancake swap. Alle twee zijn broers en zussen volgens mij. En ja, als je hier dus gaat kijken naar Bake, nou, dan zie je dus dat deze best wel tegenvalt. Het staat nu dus onder het gemiddelde. Niet echt fraai, dus eigenlijk zou je daar verlies op moeten nemen dan als je die hebt gekocht. En Cake, dat is een andere coin die noteert 22,40. Nou, die staat. Noteert rond
de moving averages op één dagbasis. Maar wat ik zelf altijd doe is, omdat ik iets korter termijn handel, pak ik liever de 4-hourly chart. En wat je ook hier ziet is dat de markt nu een beetje aan het, omhoog boost is. Dus dit is zeker een coin om zeker in de gaten te houden. Sterker nog, ik denk dat je deze coin zeker kunt kopen, slechts kunt bijkopen. Met een first target van in eerste instantie die high van pak een beetje 6 september rond $25. En anders $30, zo niet hoger. En dus dat is een mooi om naar te kijken. En wat ik ook een mooie vind, dat is Chillis. Ik ben zelf voetballiefhebber, jullie misschien ook, of sommige van jullie. En Chillis is hier, even kijken, rond 33 cent. 33,9 cent, dus oftewel 34 cent. En je ziet dus dat die boarding naar beneden is geklapt. Ik denk dat Chillis een zeer, ik denk dat Chillis een, even kijken hoor, ik moet even het scherm delen, dat Chillis een coin is die ondergewaardeerd is. En Chillis, dat is een coin, en wat ook door de token platform van coins van Socius.com is gedaan. Socius.com, dat is een soort fan token platform. Ik zie allemaal opmerkingen dat mijn scherm niet gedeeld was. Nu hoop ik wel. Ja. Oh, geen scherm. Oké, dankjewel. dus dat betekent dus, als het goed is, zie je nou wel weer mijn scherm met Socius.com. En dat is hier. Dus wie is van jullie ook sport/voetballiefhebber? En in Nederland, wie is Fortuna Sittard liefhebber? Wie is Fortuna Sittard fan? Ja, waarom zeg ik dat? Omdat of all clubs is het zo dat Fortuna Sittard zelfs fan tokens heeft. En dat is een beetje apart. Ajax heeft geen eens fan token. Ik vind een beetje gemiste kans van Ajax. Maar goed, Fortuna Sittard heeft die tokens. En het leuke is dat je, dit is mijn clubje natuurlijk, Atletico Madrid. En dat is mijn clubje. En die kun je gewoon handelen op de markt, op Binance. Nou, het mooie is dat je namelijk, je kunt ook sharing of voting rights krijgen van Atletico Madrid. En je kunt ook leuke dingen krijgen. En dat is heel super cool. En ik zou zeggen, dus ga zeker naar socius.com, ga rustig kijken. Je hebt ook een soort app, heb je, die kun je gewoon downloaden. En die heb ik hier ook gedownload, socius.com. En dat is deze namelijk. En hiermee kun je als soort Pokémon, kun je hiermee ook op straat lopen. Hunt, een soort token hunt. En dan kun je dus op straat lopen. En dan kun je daarmee op straat lopen. Ik ben nu bij Hamburg of Frankfurt Hauptbahnhof. En dan ga ik straks even buiten kijken of ik daar iets kan doen. Nou, je ziet, op straat kan ik heel veel tokens grabben. Dus met andere woorden, kan ik daar wat tokens vinden. Soms zijn het CAZ of andere coins en die kun je dan weer inwisselen. Nou, dat is natuurlijk leuk. Dus CAZ is dus de coin, de native coin van Socius.com. Dus wil je meer weten, ga rustig naar die Socius.com kijken. Dus, hartstikke mooi. Bitcoin hier ook door DAC. Dat is goed om te weten. Nou, ik ga jullie even meenemen naar de wonderenwereld. Naar daytrading. En dat is namelijk deze. En dat is IC Market. Als je wilt kijken naar, even kijken hoor. Even kijken, ik zie nog een aantal vragen. Dus Bitcoin Era. Ik kom nogal wat reclame tegen van verschillende aanbieders. Werk met algoritmes kan interessant zijn. Mevrouw Leus, ik zou zeggen, Dave, ga gewoon Bitcoin Era scam in googlen. En dan zul je zien dat iets is of niets is. Ik ben gewoon heel erg wary. Ik ben heel terughoudend ten opzichte van algoritmes. Zelfs dat je dus automatisch kunt handelen met zoveel procent rendement. Meestal zijn dat de fraudeleuze partijen. Ik heb ook heel veel partijen gesproken. Die hadden echt 10.000 euro's. Klanten gesproken die dan 10.000 euro's verloren. Trap er niet in.
There's no such thing as a free lunch. Ik reis ook de hele wereld over. Niet voor niets. Ik kost mij wel wat reisdingen zo. Maar het belangrijkste is dat je zorg draagt voor een goede... hoe heet dat? Dat je liquid bent. Je moet altijd zorgen dat je baas bent in een eigen portfolio. Kijk, als jij dus wilt copytraden op je eigen account, net zoals met Heather Robijn en met Harm, dan heb je dus je koppelingen. Dat is prima, want het is je eigen rekening. Maar ga niet zomaar geld storten op een andere rekening. Ik heb bijvoorbeeld bij Coimers en Bitfarm al rekeningen. Zorg dat je daar coins op zet. Althans, ga er gewoon mee zelf aan de slag. Ga een aantal coins kopen. En het mooiste is met crypto's, je kunt ook een aantal coins kun je dan kopen, verkopen op eigen discretionair, dus op eigen inzicht. En je hoeft dus niet zoals met aandelen duizenden euro's investeren. En je hebt ook geen hoge vaste kosten. Dus inderdaad, ik moet even share screen doen van die andere. Hè. Dat is dus new share. Dan moet ik volgens mij stop share doen. Dankjewel, Tom. Ik ga nu even naar mijn Stratos server. Ik heb een VPS en dat is ook super gaaf. Ik ben nu op vakantie, of niet vakantie, ben in het buitenland. Dus ook in Mexico, dan kan ik via mijn VPS van Strato, dan kan ik inloggen op mijn account. En ik heb bijvoorbeeld ook mijn account bij Maxim, heb ik hier lopen. Nee. En dan kun je dus ook gewoon overswitchen. Als het goed is, zie je nou de grafiek van BTC, USDT of USD. Ik hoor trouwens dat mijn headset bijna leeg is van batterij. Dus ik ga ze overswitchen op een andere microfoon. Komt misschien iets luider over. Nou, hier zie je dus het systeem van Alice Matthijssen. Dus als je ik wil graag daytraden, intraday heen en weer slingeren. Dan kun je via IC Market heel makkelijk handelen. En dan zie je hier dus ook 300 punten omhoog. Het enige wat je hoeft te doen. Onderin ga ik kijken inderdaad op MT4. Monitor trading system onderin, is die MACD groen of rood? Nou, een blinde of kleurenblinde kan zelfs ook nog zien als het boven de nullijn is en het is groen. Dan moet je long. Nou, hier zie je dus dat het positief sentiment goed is natuurlijk. Nou, zie je dus dat de Bitcoin nu de R1 challenge is. Nou, ik vind het wel leuk om even naar te kijken. Dus ik ga nu even een trade inslingeren. Als je wilt handelen CFD's op de Bitcoin, dan zou ik aanraden via, via EC Market doen. Want je hebt een spread van nog ineens 10, 12 punten. En dat is super strak namelijk. Nou, hier zie je dus hoe hard het gaat. Ik heb nu even voor de vorm, heb ik even een klein contract gedaan. 0,01, dat betekent 10 cent per 10. Ja, klopt hè, volgens mij. Nou, ik heb 1 punt is dan 1 cent en 10 punten is dan 10 cent. Dus met andere woorden, dit moet je dan aan 0,01 doen. Maar goed, om aan te geven, je ziet ook aan de rechterkant, je ziet ook rechtsboven, dat je dus ook een soort PMA had, een Property Moving Average. En dan zie je dus dat hier een move is geweest van 2000 punten ongeveer. Dus ook met kleinere bedragen kun je gewoon heel goed mee handelen. En laatst gesproken handel ik 0,1 contract bijvoorbeeld. En dan schiet het tenminste op. En dus als jij MT4 hebt, degene die al het Monitor Trading System heeft, feel free om even contact te nemen met Leonne of met mij. Leonne is ons nieuwe assistent eigenlijk. Die ken je misschien ook wel van de webinars. Of anderszins. En even kijken waar ik die kan vinden zo snel. En dat is... deze. Ja. Nou, je ziet dat de markt nu een beetje aan het consolideren is op een hoog niveau. Ik zal even deze stoppen. Nog een nieuw share doen. En dan zal ik even een link inzetten van als je zegt, nou, ik vind dat daytrading systeem ook wel super interessant. En dan kun je ook op de DAX kun je dat hanteren. Je kunt dat op de Bitcoin en Ethereum hanteren. En dan kun je dat hier even aangeven via het scherm. En als jij dus echt zegt, nou, ik wil intraday trading, feel free om dat form in te vullen.
En als jij dus zegt, nou, ik wil liever met cryptos aan de slag, maar ook, daar ook invullen. En als je dit formuliertje invult, krijg je ook in ieder geval een bonus sheet. Oké, Constance, heel veel succes. Tot de volgende keer. Ik ga ook straks afsluiten over een 5 tot 10 minuten. En ik ga even kijken hoe deze trade verloopt, afloopt. Nou, wat het mooie is, je hebt namelijk via IC Market heb je dan een account. En het mooiste is, we hebben ook templates gemaakt. Waaronder van Bitcoin, Ethereum. En we hebben ook een crypto overview. En hier zie je dus een aantal. Oké, even kijken hoor. Maar even kijken. Test, test. Ben ik goed verstaanbaar? Want mijn microfoon is nu uit. Althans, nu heb ik het op de computer. Dus als je even ja wilt zeggen, graag verstaan we. Dankjewel, Tom. Kijk, je ziet dus dat... dankjewel, Ruud. Je ziet dus dat je kunt heel veel coins handelen via IC Market, maar niet iedere coin is handelbaar, goed handelbaar. Dus meestal pak je top Ethereum, Bitcoin, Cardano bijvoorbeeld. En die kun je wel goed handelen. Ja, ik zal de site even delen met jullie. Dat is deze. Kijk hoor. Irritant, ik moet iedere keer een ander ding doen. Dus deze IC Market. Dus IC Market, daar kun je gewoon even een accountje mee openen. En dan kun je een gratis account openen voor die CFD's. Dus met andere woorden, degene die Admiral Market heeft als broker. Daar kun je ook BTC handelen, maar die heeft een spread van een paar honderd punten. Dat is te veel. Dus ik zou zeggen van IC Peter, ga daar in ieder geval doen. Je kunt daytraden inderdaad, Nancy, met 1 uur timeframe of 1,5 minuten. Nou, dat mag je zelf bepalen. En ik zal even laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Kijk, je kunt namelijk die template die we hier hebben staan. Nou, ik ben een soort ADHD-trader. Je hebt ook die is high dividend belegger. En ik ben een meer ADHD-trader. Maar als je zegt, nou, ik wil geen frame links boven, zet die op H1 voor neer. En dan zie je dat die iets een beetje lelijk wordt. Maar goed, je kunt de timeframe verhogen en heb je iets meer een helicopter view. Maar ik vind voor Bitcoin, vind ik 15 minuten kort zat. Excuses. 5 minuten en 1 minuut vind ik al een mooie timeframes. Dus dat is hartstikke mooi. Zelf kijk je welke coins nog meer voorhanden zijn. Als je via MT4 Ctrl-M doet, dus Ctrl-Markt. Dan kun je zien welke aanwezig zijn. Je hebt dus Bitcoin Cash, heb je Dash, Ethereum, Litecoin en XLM. Dus het mooie is, als jij zegt, ik wil bijvoorbeeld focussen op de Bitcoin en Ethereum, kun je ook het profiel aantikken van Bitcoin en Ethereum, BTC plus. Dus even kijken hoor, Bitcoin en Ethereum. Even kijken of ik... Ja, oké, okay. De recording loopt. Sorry, dus mag ik even checken. Inderdaad. Dus als je dus zegt, nee, ik wil Ethereum ook erbij hebben, dan heb je een linkkant voor Bitcoin waar je op handelt. En je hebt aan de rechterkant dan Ethereum. Nou, ik zal heel kort uitleggen hoe dat dan in zijn werk gaat. Kijk, normaal gesproken heb je bij heel veel aanbieders van systemen, waarbij je heel veel ruis hebt. Je hebt heel veel moeilijke toestanden. Hier heb je het niet. Het is of rood of groen. Net als die trading gate. Maar trading gate is voor de lange termijn. Met aandelen. En dit kun je gebruiken voor intraday trading. Op Bitcoin, op DAX, of goud. Of alle markten die je zelf handelen. En hier zie je dus heel duidelijk de trend in één oogopslag. Je ziet dus in de grafiek een soort moving average. Het is een proprietary moving average. Nu is die oranje met oranje pijlen. Dat betekent dus dat als het oranje is, dan is het momentum, is de markt negatief. Is die blauw, dan is het positief. Nou, je ziet dus ook bij dit geheel hier op de 5 minuten in Ethereum, dat je dus een koopsignaal hebt gehad bij de omslagpunten. En we zitten ook heel vaak bij de kantelpunten. We zitten dus niet op de top te verkopen, maar ook niet op de bodem te kopen. En een beetje tussenin. En je ziet dus dat bij de kantelpunten
heel snel dat je daarmee kunt handelen. Nou, je hebt je dus iets van 40 punten winst kunnen pakken hier. Dat is best wel aardig. En het mooie is, normaal gesproken heb je ook bij MT4, het kale platform van een broker, heb je enerzijds bijvoorbeeld, ik zal deze pakken. Dit is gewoon een kale grafiek. Nou, zeg het maar, moet je long of short? Nou, dat heeft Aloysie zo verzonnen door een mooi template overheen te leggen. En als je wilt handelen, dan zie je dus dat je iedere keer dit moet doen. Je moet het aantal contracten inzetten, volume heet dat, stop los en een take-profit moet je inzetten. En iedere keer is er een gedoe. Dat hoef je maar één keer te doen. En dat heet dus de trader dashboard, zoals je hier ook ziet bij Bitcoin. Dan wordt het van tevoren al ingezet. Je kunt zelf bepalen hoeveel winst of verlies dat je wilt maken. Natuurlijk wil je zoveel mogelijk winst, maar dan heb je de take-profit. Ik heb deze op 1000 punten gezet. Stop los op 1000. De correctiefactor van, even kijken, 10 volgens mij. 1000, ja, klopt. En je hebt 0,01 lot size. En even kijken of dat klopt wat ik zeg. Als ik nu een buy stop doe. Even kijken hoor, dan heb ik een marge van hier naar daar. Oh nee, dat is. Dus die andere. Ja, dus 1000 punten, precies. Dat is een correctiefactor. Moet je als men rekening houden. Maar goed, je wordt gewoon geholpen met het onboarden. Maar het gaat erom dat je enerzijds, als je wilt weten, hey, wanneer moet ik in de markt? Nou, door sowieso een filter toe te passen. Onderin zie je als het goed is een MACD. En als de MACD groen is, dan focus je alleen maar op koopsignalen. En als de MACD rood is, dan focus je op verkoopsignalen. En dat zie je dus ook in dit gebied hier. Dat de MACD is over het algemeen rood. Met andere woorden, je zit alleen maar vanuit de short te kijken. En als we hier dan gaan kijken naar deze grafiek iets inzoomend. Dan zien we dus dat deze dan vorige week ook al aan het draaien was. Hè? Dat zie je aan de linkerkant ook negatief. Dat zodra de MCD in het rood duikt, dan hoef je helemaal niet te kijken naar koopsignalen. En op deze manier, zelfs voor een ADHD-belegger zoals ik, trader, dan pak ik gewoon de juiste signalen. Nou, je ziet dus ook dat die MACD, dat is niet, of de moving average is niet echt een normaal moving average, maar een proprietary moving average. Dat is een moving average wat een beetje aangepast is. En dat kun je ook zelf instellen. Maar ik houd het gewoon simpel mogelijk. En je ziet dus zolang die gewoon blauw is en onderin zie je een groene MACD. Ja, dan moet je gewoon long blijven zitten, naar mijn idee. Dus ik blijf lekker long aan de grond zitten. Wat je ook kunt doen, nou, als jij dus in de markt zit en je wilt je stop los omhoog zetten, nou, dan kun je heel makkelijk via een soort click-and-go systeem kun je namelijk deze trade gewoon doen. En dan kun je gewoon de take-profit aanpassen en stop losses. Dus heel mooi. Dus dit is ook een heel mooi programma voor intraday trading. Dus als jij dus belegger bent voor lange termijn, en natuurlijk zolang het goed gaat, gaat het goed. En de DAX is, of de AEX is ook door de 800 gebroken vandaag. Iets teruggezakt, maar dan als het maar een keer gaat zakken, gaat crashen, dan is het wel lekker om hier een mooi systeem mee te krijgen. Dus ik hoop dat jullie daar een beetje mee inzicht hebben. Eén seconde hoor. Dus kijk even naar dit scherm. Wie zou winst nemen of verlies nemen? Of wie zou eruit gaan? Dus neem mijn goede business partner ook, die is net binnengekomen. We gaan straks naar Mutaris Capitals Day. En dat is superleuk. En dus ik moet de deur open doen. Maar goed, bedankt voor het geduld. Dus wat zou je doen? Dus oké, nu zit je in de markt. Dus komt hier aan neer. Als je dus één contract handelt, dan heb je dus nu eenmaal $40 verdiend. Nou, ik heb, als je dus 0,1 contract handelt, dan heb je dus $3,70, $4 ongeveer. En als je 0,01 doet, is dat 40 cent. Dat is allemaal heel weinig. Dus ik zou voorstellen van als jij dus
echt geïnteresseerd bent om te gaan traden, daytraden. Feel free om hier gewoon even via dat formulier heb je interesse te tonen. Want dit is echt een onontbeerlijk systeem als je dus ook wilt inspelen op dalende markten. Want het probleem is dus, kijk, zolang het omhoog gaat, gaat het goed. Ook voor mijn extern is het natuurlijk ook zo dat ik daar voor met het pakket met Harm van Wijk ook dit heb aangegeven. Maar goed, als je dus naar beneden gaat met een markt en we zitten long only, dan zul je daar geld op verliezen. Nou, ik zie dat we nog een aantal minuten hebben. En ik wil je graag nog tot slot even meenemen naar een aantal vragen. Oké, dus iemand zegt blijven zitten. Nou, ik moet wel zeggen dat Herwig, dat is echt een koning. Als je echt goed wilt leren het winst te laten lopen, ja, dan is Herwig echt een aangewezen persoon. Hij heeft engelengeduld en ijzeren geduld. En hij heeft een hele mooie strategie. Mooie winsten. Ik pak meestal te snel winst, zeker met aandelen. En geduld is een hele goede zaak, maar ook met Bitcoin. Dus blijven zitten, Peter, is goed. Nancy zegt, ik koop één met marketprijs, leer je deze de cursus twee met limit. Dit is inderdaad een click-and-go systeem, Nancy. Hier ga je gewoon een limiet inleggen, maar een hoge limiet, of bestens. Maar kijk, het gaat niet om of je bestens of met limiet koopt. Kijk, het punt is dat je wilt in de markt of niet. En als ik iets wil, dan wil ik gewoon kopen. Maar stel dat de markt van 99 aan 100 is, een punt verschil, je wilt gewoon het hebben. Dan kun je zeggen, weet je wat, ik ga een bieding inleggen op 100.50 of 101. Dan kun je daarmee gewoon zorgen dat je altijd in de markt bent. Krijg je een koopsignaal, koop je. En dan met het knopjesysteem wat ik heb aangegeven, dan ga je hiermee gewoon handelen. Dus wat je ook kunt doen, als je nou, ik wil mijn winst pakken. En ik ga toch weer winst pakken, dus 58 punten naar 80 punten. Boom, 80 punten winst. En dan ga ik eruit. En wat ik heb aangegeven, Nancy, je hoeft alleen maar eenmalig dit in te stellen. En dan kun je gewoon klikken. En het is een echt heel mooi systeem. Dus het is gewoon mouse klikken. Vroeg ook iemand gisteren in Frankfurt. Hi sir, what is your profession? Toen heb ik gezegd, I'm a mouse clicker. Dus je hoeft alleen maar de instellingen goed neer te zetten en te klikken. Click and go. Tom zegt, MACD is groen en nog steeds tijd, dus laten lopen. Ja, absoluut. Zou ik ook gewoon doen, Tom. Ik weet niet of je nog wat hebt gehoord van deze of gene, maar anders ga ik even contact nemen met ons natuurlijk, met Leonne of met Alois. En ik denk eerlijk gezegd dat deze markt iets omhoog wil gaan. Alleen, mijn stelregel is, als je gaat lunchen of als je ergens naartoe gaat, zorg dat je dan uit de markt gaat. Want ik heb geen, met intraday trading, want ik heb geen zin om straks een dure lunch te moeten hebben. En want dat was vorige week ook in Dubai, was ik onderweg en toen crashte de markt helemaal. Maar goed, ik hoop dat ik jullie wat tips van de sluier heb kunnen oplichten, toelichten. Dus als je iets wilt weten over daytrading systeem met MTW, feel free om dat formulier in te vullen, dat vorm. En wil je echt iets weten over, over crypto trading, geef het even aan wat je graag wilt. En als iemand echt interesse heeft in het extern, van 10k to 100k, nou, dan ben jij een goede adres natuurlijk. En dan kun je gewoon ook via die link, product link, kun je dan intekenen. Maar goed, alles op zijn tijd natuurlijk. Tot slot zou ik jullie willen vragen weer het geëikte inderdaad van wat is jullie indruk van dit van deze sessie dus op schaal van 1 slecht, super slecht tot supergoed, een 10. En ik had inderdaad de links in de host gezet, niet de everyone. Ik zie 8, 9, 10 zelfs. Nou, ik ben zeer vereerd. Dankjewel, Ruud. Jij ook. En ik geef je ook een 10 plus, Ruud, want je bent er altijd bij. En Theo zegt, plezierige reis. Maak er wat van. Doe ik zeker. Niet veel drinken. Nou, dat doe ik vanavond wel in een vliegtuig niet. Dan droog je uit. Ik zie morgen Harm van Wijk, als het goed is. En vanaf morgen gaan we dus webinars doen vanaf Mexico. Vanuit Mexico. En ik hoop dat ik daar ook wat inzichten met jullie kan delen. We gaan lunchen. Het is op de kop af 12:59 lokale tijd. En ik vind het superleuk jullie te hebben gesproken. Al dan
via de chat. En bedankt iedereen en tot de volgende keer. Wees voorzichtig. Hasta la vista. Hasta la pasta. Ciao. Dankjewel. Ciao, ciao. Dag Riet. Dag iedereen. Dag Peter. Dag Tom. Dankjewel voor het deelnemen natuurlijk. Geller, ook leuk. En even kijken hoor. Ja, Christophe, ook bedankt voor het supporten. En Lianne, Luc, André en Christine. En iedereen die ik heb gesproken, natuurlijk Joop, Jeffrey. Heel veel succes, Nancy. En tot de volgende keer.